Ja, daar zijn we weer. Hè. Nou, 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 heeft dat even lang geduurd. Hè. Even elkaar weer zagen. Haast een week, niet waar, maar gelukkig zijn we er weer. En we gaan maar gauw beginnen, want we weer hebben weer een hoop te melden. Dus het eerste onderwerp kan erin. Holla maar met die band. Jij, lekkere beer, met je bruine trui. Ik zag je in de trein naar Zwolle en je las de HP. En ik, zwart pakje, lang, dun. Nou, lekker. Ik wil je ontzettend graag ontmoeten. Zo, de mieter op. Die is onvoorstelbaar. Zag je je mond open gaan? Jongens, voortreffelijk hoor. Dankjewel, Martin. Dan is er koffie. Douwe Egberts koffie. Lekkere koffie. Ja, dat was er wel even eentje. Trouwens, over lichaamsfuncties gesproken. Die Ed Fontijn, hè, die burgemeester van Amsterdam, die kent er ook wat van, hè? Ja, die weet ook van wanten. Alleen die had meer problemen met de stoelgang. Ja, de bol zat vast of zo, wou niet loskomen. Heb die pilletje ingenomen, toen was het voor mekaar. Wij vroegen hem naar zijn eerste reactie. Ontiegelijk blij. Ik heb geen mooie babbel, ik ben alleen maar ontzettend blij. Het is natuurlijk een geweldige bevrijding. Het wordt steeds voller op onze wegen. Op plaatsen waar twee rijstroken overgaan in één, komen steeds vaker files voor. Van belang is dat u op deze plaatsen probleemloos invoegt. Dat bevordert een vlotte doorstroming en voorkomt veel irritatie. Dus pas uw snelheid aan, maak voldoende ruimte en laat tijdig zien dat u wilt invoegen. Dit invoegen moet werken als een ritssluiting. Dat was dus de theorie. En dan nu de praktijk. Het wordt steeds voller op onze wegen. Op plaatsen waar twee rijstroken overgaan in één, komen steeds vaker files voor. Van belang is dat u op deze plaatsen probleemloos invoegt. Dat bevordert een vlotte doorstroming en voorkomt veel irritatie. Dus pas uw snelheid aan, maak voldoende ruimte en laat tijdig zien dat u wilt invoegen. Dit invoegen moet werken als een ritssluiting. Enige weken geleden werd de Tsjechische president Havel in Engeland officieel verwelkomd door prins Philip. Voor hem had de Royal Guard speciaal het Tsjechische volkslied ingestudeerd. We dansen de samba, we dansen de samba. Je hoort de samba, ballen samba overal. We dansen de samba, we dansen de samba. Op ieder samba ballen bal, daar is het bal. In het sportpaleis van Sydney in Australië veroverde de Bulgaarse Ivan Ivanov alle harten van de toeschouwers door in de middengewichtklasse het wereldrecord op 140 kilo te brengen.
beetje. Geef het door, nieuwe palmolive is milder. Geef het door, geef het door. Iedereen die van echt lekkere koekjes houdt, moet even iets weten. Het is namelijk zo dat als u nu nog gewone alledaagse koekjes serveert, dat dat wel eens aanleiding kan gaan geven tot moeilijkheden. Ik wil bolletje koekjes! De BVD is daar tegen. Molletje komt dus met gouden ambachtkoekjes. Daar is de BVD tegen. Ja, daar ben ik weer, hè. Ik zie de heilanden Zuid ook. Val u niks op aan mij? Nee? Moet je kijken in mijn oor, wat ik in mijn oor heb zitten. In mijn linkeroor. Zie het zitten? Zit een doppie. Ja, dat komt van de Broek is dat. Ik was van de week was ik in Brussel, hè. Hadden we een internationale conferentie, hadden we, hè? Met allemaal buitenlanders. Ben ik met Van der Broek meegegaan. Tjonge, jongen, wat kan die ouwe horen, hè, die Van der Broek. Ach, ach, die lult oren van je hoofd af. Mijn hele gehooringangetje was beschadigd van die Van der Broek. De dokter nagekeken, die heeft er nou een doppie in gedaan. Ik heb rust nodig aan de linkerkant. Ik ben helemaal suf geluld. Ja, die Van der Broek gaat maar door, hè. Ach, 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 wat kan die ouwe horen, hè, die Van der Broek. Nou, dan zijn we even lekker met z'n tweeën in het buitenland, hè, Ruud? Dat is toch lekker hier zo op zo'n conferentie? Ja, dat is maar een doekje voor het bloeden natuurlijk. Want we gaan natuurlijk, als dit gauw hoer afgelopen is, gaan we lekker met z'n tweeën naar buiten. Dan gaan we even de bloemen buiten zetten, hè. De eerste keer in het buitenland, twee jongens in het buitenland, tralala, dan gaan we met z'n tweeën. En je hoeft nergens nerveus voor te zijn, want ik hou natuurlijk mijn mond als er wat gebeurt. Ik ga niet naar Ria bellen, zeg maar, oh, hij heeft dit gedaan. Als Ria mij belt, dan zeg ik, nee hoor, is niks gebeurd. Maar dat moet jij natuurlijk ook, als mijn vrouw jou belt, dan zeg jij bijvoorbeeld ook van, nou, we hebben zwaar gewerkt, we hebben op een kamer gezeten, met een slechte kamer hadden we. En we met elkaar hebben de stukken doorgenomen. Zo niet te weten dat we die lekkere stukken doorgenomen hebben, maar gewoon dat we de stukken doorgenomen hebben. En dan denk jouw vrouw van, nou, hij heeft hard gewerkt. Trouwens, daar lieg je ook niks aan, maar we hebben daar ook hard gewerkt. We hebben hier toch gezeten met z'n allen. Trouwens, denk je dat die anderen hier aan tafel, dat die dadelijk allemaal naar huis bellen hoe het met de kinderen is? Ben je gek? Die gaan ook naar buiten toe. Die hebben gewoon ondergoed meegenomen. Die gaan ook trallen laten wind in, hoor. Als er gebeuren als ze vragen hoe je heet, dan zeg je gewoon dat je denkt, man, nee, van maken naar buiten denken. Dat je dan gelijk meteen vooruit betalen overal, maar daar kom je ook wel weer overheen. Laten we nou zo afspreken dat als er wat gebeurt, houden we elkaar vast. Dan zal ik wel motten, want we kunnen niet meer lopen aan het einde van de avond natuurlijk. Want ik weet alle adressen, ik begrijp je wel, alle zaken, want ik kom hier zo vaak. Ik heb zo vaak hier zaken te doen, weet je wel. Ik heb hier al zoveel stukken doorgenomen. Ik ken alle stukken die hier oplopen. Ik ken bijvoorbeeld lekkere Annie, ik ken bijvoorbeeld hete Nel. Ik ken ze allemaal. Dus wat dat betreft kunnen we een geweldige avond hebben, begrijp je wel, Ruud? Dus hou je en zo maar... ging dat maar door, hè? Ja, daar word je toch gek van? Maar goed, ik ga weer bijkomen deze week. Ik mag dus weinig luisteren. Nou doe ik dat toch nooit, hè? Want ze lullen maar aan in die Tweede Kamer wat mij betreft, hè? Dus niet zoveel verschil. Maar goed, ik ga er weer vandoor. Ik wens jullie allemaal een prettige week. En ik zeg namens Ria en de rest van de regering... tuut, tuut, tuut. De groetjes van Ruud. Ja, geinig.